vertellen over Google Workspace en over alle nieuwe ins en outs daarvan. En daarna neem ik jullie even mee aan de hand van Klein. Mocht er ondertussen vragen zijn, dan mogen jullie deze stellen in de chat. Dat kunnen jullie bovenin zien, rechtsbovenin, waar je eigen gezichtje zeg maar ziet. Daar staat een tekstbalkje, daar staat chatten met iedereen. Nou, dankjewel Luc. En hier kunnen jullie vragen stellen en deze zal ik dan aan het einde van de sessie, in ieder geval in zaken Google, aan het einde van de sessie bij Luc en Marius neerleggen. En aan het einde van de sessie van Plein zal ik ze zelf even behandelen. De vraag is wel of jullie tijdens het verhaal van Luc en Marius misschien je geluid uit willen zetten. Zodat we gewoon in ieder geval in alle rust zijn verhaal kunnen doen. Nou, volgens mij was hem dat. Welkom nogmaals en veel plezier. Luc en Marius. Yes, ik zal de presentatie even op het scherm. Je sluit hem open. Ja. Nou, goedemorgen. Fijn dat wij hier uitgenodigd zijn om ons verhaal te kunnen doen over Google Workspace en een update te kunnen geven wat er allemaal op dit moment aan vernieuwingen ook weer in zijn. Luc en ik doen gezamenlijk dit gedeelte van de presentatie. Ik zal de opstart doen, ik zal een kleine introductie doen. Ik ben Marius Beek, ik ben Workspace Specialist voor de Benelux. Actief sinds begin van het jaar Workspace en daarvoor heb ik binnen Google bij Google Nest, de Smart Home Solutions, een vierde jaar gewerkt. Dus al enige tijd een Googler. En Luc, misschien kun jij een korte intro even geven. Mijn naam is Luc de Jager en ik werk als customer engineer, zoals we dat noemen. In de markt ook wel als sales engineer genoemd. Waarbij ik me wat meer bezighoud met het technische aspect van het product. Denk aan product updates, veranderingen, koppelingen met bestaande systemen. En over de afgelopen jaren heb ik vaker ook bijvoorbeeld kantoor van Google, maar ook met verschillende klanten, sessies gegeven over de updates die komen, de updates die gaande zijn. En vandaag de dag zou ik jullie graag even willen meenemen daarin. En natuurlijk ook aan het einde de vragen beantwoorden die jullie mogelijk hebben. Daarbij ook zeggende, geen enkele vraag is te gek. Dus vraag vooral wat belangrijk is. En dat kan zowel via chat of inderdaad achteraf via Sophie even de camera of de microfoon in muten. Ja, vragen waar we nu niet uit zouden kunnen komen eventueel, die kunnen we altijd natuurlijk nog weer terugkoppelen op een later moment. Ja. Mag ik heel even kort onderbreken, jongens? De presentatie die jullie nu laten zien, delen jullie die met ons of moeten we fanatiek meeschrijven? Nou, op dit moment moeten we even kijken of we de volledige presentatie mogen delen. Maar daar kunnen we altijd achteraf nog even op terugkomen. Er zullen misschien een aantal elementen worden getoond waarvan zeggen, daar kunnen we die niet volledig delen. Maar een groot gedeelte van wat er vandaag getoond wordt, kan in ieder geval achteraf zeker worden gedeeld. Daarnaast wordt de sessie ook opgenomen. Dus inderdaad, de noodzaak om te blijven bijschrijven zal er niet zijn. Alright. Next slide, Luc. Ja, even om zeg maar een gevoel te geven van de tijd waarin we leven. Iets wat denk ik, het is een hele bijzondere tijd. Iets wat wij, wat velen van ons zullen herkennen. Is dat we een andere omgeving hebben waar we in moeten werken. Gedeelde omgeving. Sommige mensen zijn continu wel op hun werkplek gebleven. Maar heel veel van ons hebben dat hybride moeten doen. En ik zelf uit eigen ervaring weet ook, dit zijn herkenbare beelden. Er kan zo direct weer een kind binnenlopen omdat iets met wifi niet goed is in het huis. Postpakketjes die worden geleverd. Kortom, er is veel gevraagd van ons in het afgelopen jaar. We hebben het er net bij de intro over gehad, Luc en ik, dat het exact een jaar geleden is, iets meer zelfs, dat wij het kantoor ook moesten verlaten. En nooit hadden gedacht dat we daar nu nog in zouden zitten. Volgende slide, Luc. Dat betekent dat we anders zijn gaan werken, dat zien we ook. En we zullen dus ook anders met werk en interacties om moeten gaan. Zo heb je het deels thuis, je hebt het deels op locatie. Dat zal meer standaard worden. We zullen veel meer, sommige mensen zullen 100% vanuit werk, vanuit huis gaan werken. En natuurlijk, en daar is de zorg wederom een goed voorbeeld van, zijn er grote groepen die continu op het werk zijn, die dat niet kunnen, die altijd 100% buiten zullen op hun werkplek zullen blijven op locatie. Maar we moeten rekening houden met al deze vormen, met die integraties. Of dat nou gaat om
om trainingen die je aan iedereen wil kunnen geven, overleggen die je wil hebben, informatie die je wil delen. Nou, bij Google zijn we daar natuurlijk zelf ook mee bezig. Net als de organisaties die we ondersteunen, zijn we het afgelopen jaar bezig geweest met verandering, experimenten en transformaties van hoe gaan we hiermee om. En uit te vinden hoe we dan in de toekomst dit goed kunnen gaan samenbrengen. Als we uiteindelijk na deze pandemie of weet je, weer kunnen gaan opstarten in een vorm die meer lijkt op waar we vandaan kwamen, maar nooit meer hetzelfde zal zijn in die zin. Zoals bijvoorbeeld, wij zijn op enig moment ook, zullen wij ook naar het kantoor nog terugkeren. En gaan we bijvoorbeeld hybride weken uitproberen. Met bijvoorbeeld 3 dagen om 2. En ook kijken of we dan de kloof die je toch hebt nu tussen het persoonlijke en het ergens anders zitten, kunnen gaan overbruggen met onze technologie. En dan ook fysieke ruimtes, bijvoorbeeld op onze campussen, kunnen samenbrengen. En mensen dan ook wel bij elkaar kunnen brengen op de juiste momenten. Het is door online te combineren met fysiek. Maar in ieder geval speelt daar Workspace een enorme rol in. Nou, deze 3 hoofdthema's die we zien, dat is in ieder geval waar we rekening mee gaan houden. Werk is zeker niet langer altijd de plek waar wij zullen zitten. Zoals aangegeven zullen daar hele andere vormen in zijn met 100% hybride of 100% thuis. Tijd is kostbaar. Daarmee bedoel ik dat we zien ook, zeker in de situatie waar we nu in zitten, dat bijvoorbeeld ouders als primaire verzorger dit moeten zien te combineren. Er zijn andere manieren van werken, we moeten daar flexibeler mee kunnen omgaan. En het derde is, dat weten we allemaal, we zitten nu met z'n allen weer online, maar uiteindelijk is contact wel cruciaal. Dit was voor de pandemie niet in deze vorm geweest. En was voor ons heel belangrijk ook, denk ik, geweest om elkaar wel fysiek te kunnen zien. Dus we zien ook dat 1 op de 3 werknemers zich niet echt verbonden meer voelt met bedrijfscultuur en collega's. Dus als je dat altijd op afstand zou moeten doen, moeten we daar oplossingen voor vinden. Dan heb je natuurlijk Workspace. Dat is 1 van de grote oplossingen om hiermee om te kunnen gaan. En in ieder geval het samen te kunnen brengen. We kennen Workspace, zoals je hier ziet, als de totale product suite. We zijn uiteindelijk als pure cloud start altijd bezig geweest met collaboration, met samenwerking. Het draait bij ons altijd om die flexibele, handige, eenvoudige, simpele oplossingen die we overbrengen. En dat hebben we natuurlijk vanuit de core altijd gedaan, omdat we vanuit die cloud komen. We willen iedereen samen op die ene plek, kan je daarbij, je hoeft daar, waar je ook bent, kan je altijd natuurlijk bij onze solutions. Dat is zeer relevant overigens vandaag, want het geldt echt voor welke locatie je ook bent, of je nu thuis bent, of in de klas, of dat je op een instelling bent, of onderweg, wandelend buiten. Je kan altijd bij deze oplossingen die wij hebben. Nou, enkele voorbeelden die we willen doorlopen. Ik zal er nu een aantal doornemen. En Luc zal straks nog wat meer diepgang op enkele ontwikkelingen geven die we hebben. Maar een voorbeeld daarvan is hoe je bijvoorbeeld de integratie ziet met mail. Met ook onze chat solutions. Met onze Rooms en Meet. Nou, we zitten nu in een Meet natuurlijk. Maar je kan heel eenvoudig vanuit die ene app of op welk device ook. Je ziet hier de mobile solution die we daarvoor hebben. Kan je springen van de een in de ander. Dus je hoeft niet meer de een af te sluiten, de andere te openen en dan weer verder te gaan. Je kan zo direct vanuit je mail doorpakken op een chat of je kan een meet beginnen. En als je dan kijkt naar meet in de volgende slide, dat is natuurlijk waar we nu in zitten. Een simpele oplossing, een hele fijne. We hebben het net al even gehad, er zijn verschillende van dit soort oplossingen. Dit is natuurlijk super relevant geweest in de afgelopen tijd en veel meer geïntegreerd. Maar ook hier zijn wij continu bezig om te ontwikkelen en mensen te verbinden. En de overleggen die we dan hebben steeds simpeler en meer inclusief ook te gaan maken. Bijvoorbeeld, er zijn mogelijkheden om een picture-in-picture te hebben. Zodat die connectie die je dan hebt met de persoon met wie je spreekt, nog meer inclusief is. Maar ook andere toepassingen om het een meer omarmende tool te maken. Zoals vertalingen, zoals ondertitelingen. Maar ook simpele oplossingen als achtergrondgeluidsonderdrukking. Allemaal hele belangrijke elementen om steeds meer met Meet te kunnen ontwikkelen en verder te komen. Ander voorbeeld is de Gmail, zoals ik net al aangaf in die ene slide. Hoe je direct vanuit Gmail tegenwoordig bij ons kunt werken.
Je kan eenvoudige vergaderingen opzetten, zoals je hier ook ziet. En je kan vervolgens ook in die vergadering gelijk documenten gaan opstarten. Dus je kan, terwijl je vanuit die ene tool aan de slag bent gegaan, kan je alle samenwerkingstools die er zijn, gewoon meteen doorpakken en kan je opstarten en beginnen. En zo kan je samen aan de slag gaan, terwijl je in dezelfde sessie zit. Maar je kan bijvoorbeeld ook vanuit hier direct je volgende afspraken zien. Je kan direct het gesprek starten, zonder dat je uit die Gmail hoeft te gaan. Nou, dat zijn van die verbeteringen die we hebben gezien, dat het leven nog simpeler en makkelijker maakt, om niet verloren te raken tussen al je verschillende applications die je hebt. Een ander innovatief element is een aanvulling op onze abonnementen. En deze gaat deze maand komen. Het is recent gecommuniceerd door ons. En dat is de Google Workspace Frontline User. Een aanvullende manier om grote groepen eenvoudig aan te sluiten. Nou, die frontline users, of workers natuurlijk, dat zijn natuurlijk de mensen in het veld. En die spelen een cruciale rol in ons leven. Helemaal in deze tijd waar we nu in zitten, waar essentiële beroepen, zoals ook zorg, zo in de frontlinie al hebben gestaan ook. Maar vaak hebben deze medewerkers geen toegang tot dezelfde samenwerkings- en communicatietools. En moeten daarom bijvoorbeeld zelf op zoek naar informatie of manieren om te kunnen communiceren. Door het introduceren van deze extra abonneeversie die we hebben, hebben we een nieuwe aanvulling die speciaal is ontwikkeld voor die eerste lijn medewerkers. Zodat ook zij toegang hebben tot die relevante informatie, communicatie, met al die veiligheidsfuncties die we hebben. Dus in de kern kunnen deze teams nu ook flexibel zijn. En kunnen verbinden en kunnen ze gebruik maken van chat, drive, jamboard en agenda bijvoorbeeld. Als aanvulling op de Google Workspace Essentials. Ten slotte van mijn kant nog twee meer algemene zaken die wel heel relevant zijn, denk ik, om te weten dat we Google daar zo sterk op sturen. En dat is natuurlijk één, de beveiliging. Iets wat heel relevant is. En sustainability, zou ik rekenen. Maar wat beveiligingen gaat, merk je dat het spreekt voor zich eigenlijk dat Google Workspace profiteert van dezelfde beveiliging waar Google zelf op draait. En dat gaat dus ook dan op voor de organisaties met die we samenwerken. En als je dan kijkt door onze wereldwijde, zeg maar, global infrastructuur die we hebben. En de specifieke beveiligingsprofessionals die we hebben. Maar ook de innovatie die wij nastreven binnen Google. Kunnen wij altijd voorop blijven lopen in deze zeer veilige en betrouwbare omvullende omgeving bieden. Die heel gemakkelijk ook te beheren is. Een voorbeeldje is dat door de AI die we hebben met 2,6 miljard gebruikers, zorgt dat we continu bedreigingen en automatische bescherming bieden met mail bijvoorbeeld. En dat zorgt voor liefst 99,9% zoals hier staat, van een blokkade van spam en van oplichting. En er staat hier ook specifiek nog dat we zero phishing accounts hebben. Als we kijken naar de sustainability, waar Google ook zo hard aan werkt, dan is dat iets wat natuurlijk ontzettend belangrijk is. We hebben net een verkiezing gisteren gehad, dus je ziet ook dat er echt een rol ook heeft gespeeld. Het klimaat, we moeten daar heel actief mee bezig zijn. Dus ook iets waar we graag over praten. En het is een zeer belangrijk thema voor ons. We investeren al decennia lang in het klimaat. En daarvan profiteren niet alleen wij, maar ook onze klanten en gebruikers natuurlijk van. Enkele voorbeelden daarvan om aan te geven wat dat dan betekent. Onze datacenters verbruiken bijvoorbeeld door AI, door artificial intelligence optimalisatie, veel minder energie. En zijn op dit moment zelfs 2 keer zo energiezuinig als het gemiddelde wat in de branche normaal is. We staan bijvoorbeeld op een nul netto uitstoot, zoals je dat noemt. Sinds 2017 hebben wij alle energieverbruik gekoppeld aan renewable energie. En hebben we ons als doel gesteld om in 2030 volledig koolstofvrij te zijn. Dat om aan te geven hoe belangrijk dat voor ons is. En voor heel veel organisaties is dit ook, staat dit ook heel hoog op de lijst om voor te zorgen. Van mijn kant was dit een introductie van waar we vandaan komen. Waar we ook mee bezig zijn in deze tijden. Een aantal van deze innovaties. En Luc zal wat dieper ingaan nog op enkele van ze. Vernieuwingen en product innovations.
Ja, dankjewel Marius. Ik denk dat je een goed overzicht hebt gegeven en ook zeker belangrijk hebt aangegeven waar Google naar kijkt. Nou, ik ga twee onderwerpen even aansnijden vandaag. Eén is een acquisitie die we afgelopen jaar hebben gedaan. Dat is een product dat heet Google AppSheet. Mogelijk zijn de gebruikers die vandaag de dag bekend zijn met Google, bekend met AppMaker. Nou, AppMaker is vervangen door Google AppSheet. En waarom ik het belangrijk vind om AppSheet even aan te geven is omdat het een zogeheten low-code of no-code oplossing is. En dat betekent dat je als team van idee direct naar oplossing kan gaan zonder dat je direct een programmeerteam daartussen hoeft te zetten of een heel user interface team. En daardoor creëer je eigenlijk de mogelijkheid voor mensen op de vloer die vaak hele goede ideeën hebben, die direct zicht hebben op veranderingen, procesoptimalisatie, om die de mogelijkheden te bieden om vanuit daar een oplossing aan te kaarten die ook zeker de rest van de organisatie profijt van kan hebben. Nou, belangrijk is dat het inderdaad een no-code is, oplossing is. Dus dat betekent dat geen programmeer skills of eigenschappen vereist zijn om hier wat mee te doen. Nou, het is belangrijk dat het ook zichtbaar is. Dus dat iedereen binnen de organisatie, bijvoorbeeld een applicatie die geschreven is door, zeg maar even als voorbeeld Sophie, gebruik kan maken. En dat dus ook iedereen voordeel heeft van een oplossing die gevonden is door bijvoorbeeld iemand in de zorg of in de voorgrond. Nou, ik ga even een aantal voorbeelden geven van wat er bijvoorbeeld mogelijk is. Nou, hier zijn een aantal standaard functionaliteiten waar je gebruik van kan maken. Nou, waar je bijvoorbeeld aan kan denken, en zeker ook in de zorg, vanuit mijn eigen ervaring, gebeurt het wel eens dat je veel op locatie bent. En soms is er iets mis op locatie, maar is het niet direct duidelijk of is het makkelijk te identificeren wat het is. Als je bijvoorbeeld een applicatie maakt waarbij je een makkelijke foto kan maken, wat in een Google spreadsheet terechtkomt voor je de systeembeheerder, per locatie met een taak eraan gekoppeld, dan kan dat mogelijk heel erg verschil maken, omdat je direct een oplossing kan bieden voor het probleem wat mogelijk zichtbaar is op locatie of in een specifieke ruimte. Nou, daarnaast kan je dingen doen zoals bijvoorbeeld het scannen van barcodes. Nou, ik denk niet dat een AppSheet applicatie het scannen van bijvoorbeeld medicatie QR-codes of barcodes gaat vervangen. Maar het kan wel zo zijn als jullie bijvoorbeeld apparatuur hebben, laptops hebben, telefoons waar een code op staat en die moet gescand worden omdat er bijvoorbeeld moet gekeken worden hoeveel laptops er op locatie zijn. Dan kan dat er wel voor zorgen dat dit op een gemakkelijkere manier ontwikkeld kan worden. Nou, en dan natuurlijk zijn er ook wat geavanceerdere functionaliteiten beschikbaar. Je ziet bijvoorbeeld een voorbeeldje in links in de telefoon staan met een kleine route en wat puntjes op de kaart. Nou, hiermee is het ook eventueel mogelijk om bijvoorbeeld de routes of locaties vast te leggen. Om te zien waar bijvoorbeeld mensen zijn geweest. Of om daaruit op een gemakkelijke manier te kunnen berekenen van nou, deze persoon heeft van locatie A naar locatie B gereisd. En daarbij zijn er 23 kilometers afgelegd. En dat kan dan weer een oplossing zijn voor mogelijk een versimpelde vorm van kilometerregistratie, mocht dat relevant zijn. Ja. Met AppSheet zijn er verschrikkelijk veel mogelijkheden en het belangrijkste is dat die mogelijkheden worden gegeven aan de gebruikers die daar direct zicht op hebben. En daarbij wil ik het ook even laten voor nu, maar het kan zeker relevant zijn om samen met jullie partner of op internet even te kijken wat voor oplossingen er zijn te maken met Google AppSheet. Nou, dan wil ik eigenlijk doorpakken naar Google Workspace. Dus we hebben afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om een aantal verbeteringen door te voeren. We zien ook echt dat er vanuit Google globaal heel erg veel nadruk is gekomen op het verbeteren van de kwaliteit van het leven, zoals we dat noemen, voor gebruikers die niet altijd op een vaste locatie zitten, die zeker op verschillende omgevingen zitten, zoals Marius al even noemde, thuis met kinderen, op locatie, altijd onderweg, niet altijd toegang hebben tot de laatste laptops of de laatste telefoons, maar wel de mogelijkheid bieden dat ze kunnen communiceren of dat ze in contact kunnen staan met de rest van de teams of met de klanten. Nou, een van de voorbeelden daarvan waar we hard aan werken is om het veel makkelijker te maken op het moment dat je in bijvoorbeeld een document aan het werk bent, om daar ook een gezicht bij te hebben.
In plaats van alleen de naam te zien van je medewerker of collega, is het veel fijner om in bijvoorbeeld het voorbeeld wat je hier ziet, dat je een aantal gezichten ziet. Dus dat je ook visueel voelt dat je met elkaar samenwerkt aan een aantal van deze documenten. Daarnaast hebben we de mogelijkheid voor Google Meet toegevoegd om breakout rooms toe te voegen. Nou, een breakout room is eigenlijk dat je de Google Meet meeting kan opsplitsen in groepjes. En waar dit vooral relevant voor is, en wat we dat heel erg zien, is natuurlijk de educatiekant. Nou, binnen mijn ervaring binnen de zorg weet ik dat er bijvoorbeeld altijd BIG-registraties moeten plaatsvinden en trainingen daarvoor. Nou, er zullen natuurlijk ook heel veel trainingen plaatsvinden die nu normaal gesproken op locatie vinden, maar waar nu mogelijk gebruik moet gemaakt worden van communicatiemiddelen zoals Google Meet. Nou, met de mogelijkheid om een breakout room toe te voegen, hebben we ook de mogelijkheid om vooraf al een breakout room in te stellen toegevoegd. Zodat je gemakkelijk een groepje kan maken voordat de meeting überhaupt begint. Iets wat misschien vandaag de dag minder relevant is, maar op den duur zeker wel relevant gaat worden weer, is de mogelijkheid om automatisch een ruimte te vervangen. En dan denk je van, nou, wat is het nou voor moeite om een ruimte, die je bijvoorbeeld boekt voor een vergadering of een trainingslokaal, om die zelf te selecteren? Dat is niet zozeer het geval, omdat Google kan automatisch controleren van, hey, we hebben bijvoorbeeld een evenement staan voor 12 mensen. Toevallig is de ruimte niet beschikbaar voor 10 mensen. En Google zal dan automatisch een andere ruimte zoeken op bijvoorbeeld dezelfde locatie, hetzelfde gebouw, maar die wel geschikt is voor 12 mensen. Een ander voorbeeld, wat wij bijvoorbeeld binnen Google afgelopen jaar bijvoorbeeld ook heel vaak zagen, nou ja, dat is alweer 1,5 jaar geleden, is dat er mensen die bijvoorbeeld met z'n tweeën een meeting hadden, een meetingruimte voor 20 mensen hadden geboekt. En daarmee dat Google dan een suggestie aangeeft, en dat is ook een van de functionaliteiten hier, van hey, wil je zeker zo'n grote ruimte boeken? Of zeg je van, geef deze vrij, want er zijn andere mensen die op zoek zijn naar een grote ruimte, omdat ze meerdere medewerkers hebben. Een andere functionaliteit die we toe hebben gevoegd aan Google Meet is de mogelijkheid om deelnemers te kunnen bijhouden. Oftewel inzage krijgen in de deelnemers van de meeting. Op het internet noemen we dit attendance tracking. En dit is natuurlijk niet bedoeld om exact te kijken van wie is er nou en hoe lang in de meeting. Maar het geeft zeker organisatoren van bijvoorbeeld meetings, en zeker ook als je met externe in gesprek bent, een overzicht van wie is er nou in de meeting geweest. En bijvoorbeeld, dan kunnen dingen bijvoorbeeld marketingteams belangrijk zijn. Is dat voor 30 minuten geweest, of is dat voor een uur, of is dat slechts voor 1 minuut? Maar ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld e-mails en dergelijke te verzamelen. De organisator van de Google Meet moet dit wel aanzetten natuurlijk. Dit staat niet standaard aan. Afgelopen jaar heb ik heel veel vragen vanuit de zorg gekregen voor het onderwerp gedelegeerde accounts. En wat er met gedelegeerde accounts wordt bedoeld, en zeker als we even kijken naar de zorgsector, is dat je veelal zorgteams hebben. En een zorgteam bestaat dan ook veelal uit meer dan 20 mensen. En daarmee is het ook belangrijk dat de 20 gebruikers toegang kunnen hebben tot bijvoorbeeld een wijkzorgteam inbox. En voorheen was er altijd een limiet van 25 gebruikers op de gedelegeerde mailboxen. Maar dat hebben we sinds januari, eind januari, hebben we dat opgehoogd tot 100 gebruikers. Nou, vooral voor de systeembeheerders is het mogelijk relevant. En ook voor teams die tot nu toe, tot met januari, sommige grote wijkteams bijvoorbeeld moesten opsplitsen in 2 mailboxen of een andere oplossing moesten bieden. Als laatste twee updates zou ik het willen noemen dat het delen met externen ook mogelijk is geworden. En als we kijken naar documenten delen, dan zien we dat het bijvoorbeeld niet altijd mogelijk is om iets met een gebruiker buiten de organisatie te delen in een Google-format. Of een ander format natuurlijk. Maar in ieder geval zorgt dit ervoor dat je veel gemakkelijker met mensen buiten de organisatie kan werken, waarvan je niet hoeft te weten of hij of zij een Google-account hebben. Google neemt dat allemaal voor je op en die zorgt ervoor dat
op een veilige manier documenten gedeeld kunnen worden voor een kortere periode met tweetaps authenticatie. Als laatste, een update die we wel vaker in de markt ook zien, is dat er gebruik wordt gemaakt, zeker als je werkt met verschillende bedrijven, organisaties, andere teams, en er worden gebruik gemaakt van bijvoorbeeld Microsoft bestanden. Ja, voorheen was het zo dat Microsoft documenten moesten omgezet worden. Zeker als je ze in de mail binnenkreeg, moesten ze eerst geopend worden, gepreviewd worden, omgezet worden. En daarna kon je er wel wat mee, dan kon je inderdaad de Microsoft bestanden gewoon in Google gebruiken. Maar het moest altijd omgezet worden. Nou, nu hebben we die lagen om het omzetten hebben weggehaald. En hebben we het ook veel makkelijker gemaakt om bijvoorbeeld direct vanuit de e-mail of vanuit bijvoorbeeld Google Docs, de document, wat een Microsoft file format is, te kunnen terugsturen. Zonder dat er, zoals je wel vaak ziet aan bij de andere platform, dat er een kopie ontstaat van een kopie van een kopie van een file. Hierbij ontvang je je Microsoft bestand, je kan er met elkaar in werken, en je kan exact datzelfde document bewerkt weer terugsturen naar de partij waar je eerder contact mee hebt gehad. Dat zijn de updates waarvan ik dacht dat mogelijk relevant kan zijn voor de zorg. Alle updates publiceren we eigenlijk altijd ook op ons Google Update blog of Google Workspace Update blog. Er zijn, omdat de drie links zijn, mogelijk wat te veel. Dus als je wil kun je altijd de QR-code scannen. Maar we kunnen ook achteraf kunnen wij natuurlijk de links ook even toesturen samen met Sophie. Daarbij zou ik het graag willen laten. Ik zou jullie willen bedanken voor de aanwezigheid. En ik vond het ook weer erg leuk om weer eens te spreken met de zorgsector. Dankjewel, Luc. Ik wilde eigenlijk het nu ook, wat jij net, Luc, zei. Je zei net ook alweer van, Danny bedank je trouwens nog, dus stop. Je gaf net al aan van, het gaat een beetje de techniek in. Dus ik wilde het eigenlijk voor wat betreft plein eigenlijk even uit de techniek trekken. En eigenlijk even mijn scherm presenteren. Zoals Danny terecht aangaf, die zei net van de kleinere klanten, maar misschien ook wel de frontline workers, dus de mensen aan bed, zullen zich waarschijnlijk toch beperken tot de basisfuncties. En dat kregen wij ook best wel vaak te horen van onze klanten. Wij als e-care leveren natuurlijk een ECD. En wat we vaak van onze klanten te horen kregen, is dat wij dat de Google-accounts slecht te bereiken waren. Maar ook dat andere, dus dat een ECD, daar moest altijd weer een wachtwoord voor onthouden worden. Dus hebben wij daar Plein voor ontwikkeld. En als het goed is, dan zien jullie Plein. Klopt dat? Ik zie dat Marius zijn hand opsteekt, dus dat is fijn. En wat we eigenlijk met Plein hebben proberen te ondervangen, is zowel communicatie als toch single sign-on koppelingen. En wat we bedoelen met single sign-on koppelingen, wil ik toch eigenlijk wel even toevoegen. Dat betekent eigenlijk, je logt één keer in op Plein, dus je communicatieplein. En vervolgens heb je eigenlijk zonder opnieuw in te loggen toegang tot je ECD, tot Google Drive, tot Google Docs, tot Google Gmail. En eigenlijk alle applicaties die jullie gebruiken als zorginstelling. Dus dit is Plein. Dit is eigenlijk de start van de werkdag van iedere zorgmedewerker. Wij maken er ook verschillende persona's in. Ik ben even ingelogd onder mijn collega Wouter. En Wouter is van de administratie, dus als hij hier inlogt, komt hij eigenlijk single sign-on altijd gewoon zonder opnieuw in te loggen in Puur. Als ik hier klik, kom ik zonder opnieuw in te loggen in Google. En hier in de middelste balk zien jullie eigenlijk heel erg groot de communicatie. We zien ook met name door corona dat het toch lastig is om mensen echt nog goed te bereiken. En hoe zorg je nou dat je mensen eigenlijk op één hele duidelijke manier bereikt, maar je wil ook interactie. Dus je wil niet alleen maar zenden als zorginstelling, maar je wil eigenlijk ook een stukje interactie. Dus op dit communicatieplein kan iedereen eigenlijk alles vertellen in zijn of haar groepen. Vanuit Google word je aangemaakt in een groep. Je ziet hier de groepen, selecteer een groep. Iedereen zit standaard in algemene zaken.
dat is gewoon het bedrijf. Dus dat is, lijkt me logisch. Daar zit iedereen in. En ik ben nu ook lid van locatie Apeldoorn, Hengelo, Zutphen en van Wondverzorging. Normaliter ben je denk ik maar lid van één locatie als je intramuraal werkt. Als je extramuraal werkt, ben je misschien ook wel aan een locatie gebonden of aan iets anders. En wondverzorging is eigenlijk mijn specialisme. Dus vandaar dat ik ook bij de groep wondverzorging hoor. En ik kan hier van alles vertellen wat ik wil bespreken. Nou, zoals je ziet heeft Wouter vanmorgen nog iets in de groep wondverzorging gezet. En dat ging eigenlijk even over dat ze door middel van beeldbellen contact hebben gehad met de huisarts in zaken een wond. Als je hierop klikt, dan zie je ook dat hier contact is geweest met de arts. Hier is de wond. Door middel van beeldbellen is dat gebeurd. En Wouter heeft hier natuurlijk ook uiteraard opgezet dat wij een online kennissessie over Plein gaan geven. In combinatie met werken in de cloud met Google Workspace. Wat we hier hebben geprobeerd in Plein is eigenlijk om het zo simpel mogelijk te houden voor de zorgmedewerker. Dus het verhaal van Luc en Marius is echt top, biedt allerlei mogelijkheden. Maar hoe leg je nou de verbinding met de zorg en hoe maak je dat zo simpel mogelijk voor deze mensen? Mensen zijn namelijk gespecialiseerd om aan bed te staan en niet om met ICT bezig te zijn. En wij hebben met Plein eigenlijk een beetje geprobeerd om deze slag te maken. Hier kan ik ook al mijn collega's vinden. Ik zit in een ontwikkeldemo-omgeving. Dus ik heb hier maar 5 collega's, maar normaliter kan ik gewoon al mijn collega's hier zoeken. Als ik op Amy klik, dan krijg ik in principe ook haar complete profiel. Met eventueel haar adres, met eventueel haar functie. En ik zie ook van welke groepen zij lid is. Dus ik zie dat zij zich niet gespecialiseerd heeft op wondverzorging, maar ze zit wel bij de locatie Hengelo. Dus het kan maar zo zijn dat als ik in Hengelo ben, haar moet hebben. En hier staan eigenlijk alle groepen in Plein. Ik kan hier heel lang iets over vertellen, maar eigenlijk is dit eigenlijk core basic van Plein. Maak het zo simpel mogelijk. Zorg dat je je medewerkers bereikt op een goede manier. En dat je ook ICT zo simpel mogelijk voor hen maakt. Hey, dus in de persona's gaan we ook met jullie kijken van goh, als ik nou een zorgmedewerker ben, welke applicaties wil ik dan? Wil ik dan wel naar Google Sheets, noem het maar op? Of vind ik dat voor onze persona's, voor mensen die aan bed staan, helemaal niet nodig? Dat was eigenlijk heel kort. Eigenlijk wilde ik jullie daarin even meenemen richting Plein. Zijn daar nog vragen? Oh, ik zie nog een vraag van René, maar die is denk ik niet van mij. Voor mij, of wel? Nou, het gaat mij vooral om in de extramurale zorg of hoe jullie omgaan met multifactor authenticatie. Ja, de multifactor authenticatie van Google ligt er altijd onder. En wat wij veel zien bij onze klanten is dat zij vaak, met name in extramurale zorg, een Chromebookje hebben en daarnaast nog een mobiel. En de Google Authenticator kan eigenlijk vrij eenvoudig op mobieltje gezet worden, waardoor je die multifactor eigenlijk altijd wel kan benaderen. En die sessie wordt afgegeven voor bijvoorbeeld een x aantal uur. Dus zodoende kunnen ze vanuit, dus Google verzorgt de multifactor en vanuit daar koppel je eigenlijk door. Geeft dat antwoord op jouw vraag? Ja, duidelijk. Zijn er nog andere vraag. Ik zie dat Maarten misschien wat wil zeggen. Nee, ik heb per ongeluk mijn microfoon gezet. Oh, ja, dat is niet waar. Dat vinden wij ook gewoon gezellig. Ja. Geen enkel probleem. Dankjewel. Zijn er nog vragen voor mij? Zijn er nog vragen voor Luc of voor Marius? Ik zie dat Lisbeth heeft haar hand omhoog. Ja, precies. Sorry, ja. Dat zie ik niet. Gaan we omlaag doen. Ik doe een studie verpleegkunde, dus ik weet ondertussen dat ik mijn hand opsteken met dat icoontje kan doen. Ik weet even niet voor wie de doelgroep is van deze webinar. Ik ben gewoon verpleegkundige aan bed, zo gezegd. En over 2 uur houd ik een zelf in elkaar gedraaide presentatie over communicatieplatformen in de wijk.
En ik ben niet verder gekomen dan Seaboards en Ozo Platform. En nu hoor ik jullie iets leuks zeggen over het plein. En in hoeverre is het plein alleen binnen je organisatie? Ik werk dan voor buurtzorg. Of is dat ook weer een communicatieplatform mogelijk in de wijk? Voor buurtzorg gaan we, als het goed is, we krijgen jullie plein als vervanging voor communicatieplein uit Puur. Ja. Dus dat betekent dat jullie straks gebruik gaan maken van communicatieplein, zowel in de wijk als jullie overhead. Geeft een antwoord. Nee, plein wordt nu alleen maar gebruikt binnen buurtzorg. Waar ik het eigenlijk over heb, is het communicatieplatform met de huisartsen. En andere disciplines. Daar is de plein niet voor. Vanuit Puur zijn we daar wel mee bezig om te gaan kijken van goh, hoe gaan we die e-overdracht, et cetera, hoe gaan we dat faciliteren. Maar Lisbeth, dan is denk ik handig als ik even doorverwijs naar een van onze specialisten op dat gebied. Ik stuur jou daar even een mailtje over. Dat is prima. Voor de rest heb ik niet zo heel veel begrepen. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Waar ik aan dacht, is dat we mee werden genomen meer. Ik leer niet zo door praten, maar door. door ermee te werken, zeg maar. Maar goed, door die studie ben ik al wel heel wat te weten gekomen in die cloud. Na een half jaar uiteindelijk, terwijl ik toch universitair geschoold ben. Dus het ligt niet helemaal aan intelligentie, denk ik. Maar vooral, die cloud is de cloud, weet je wel. Probeer daar maar grip op te krijgen. Nou, door ermee te werken lukt dat wel, hè, na een half jaar uiteindelijk. Maar in deze seminar had ik dan waarschijnlijk wat meer ondersteuning en inzicht hoe het werkt verwacht, dat denk ik. Ja, wat we nog wel eens kunnen doen, Lisbeth, is even een webinar opnemen. Gewoon voor het functionele gebruik van Google in de zorg. Dat is goede feedback. Dus ik denk dat het goed is dat we dat zeker gaan doen. Ja, top. Dankjewel. Dan stuur ik je sowieso even een mailtje, trouwens. Ja. Persoonlijk. Zijn er verder nog vragen voor ons? Zijn er nog opmerkingen? Zijn er nog mensen die iets kwijt willen? Nou, volgens mij niet. Dan wil ik in ieder geval Luc en Marius bedanken voor het aansluiten in deze sessie en voor jullie verhaal. Het was wat mij betreft duidelijk en dat is ook een beetje het lastige. Er zit een mix tussen IT'ers en dat is denk ik ook een beetje waar Lisbeth tegenaan liep. IT'ers en core gebruikers, maar dat is niet erg. Dat proberen we in een andere sessie op te vangen. Dus heel erg bedankt. En dan wens ik jullie allemaal nog een hele fijne middag.